Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is donderdag, de dag dat ik geopereerd ga worden. Ik ben echt heel zenuwachtig. Het is nu 5 uur, ik mag nu nog eten tot 5:30 en dan niet meer. Dus ik probeer nu tegen rug en mug in. Ik heb net wat yoghurt op en ik probeer nu nog even een boterham te eten. Ik heb een heel mooi groot pukkel op mijn voorhoofd. Ik ga het nu opeten en dan praat ik je zo nog even bij. Nou, ik heb het eten erin gepropt. En nu weet ik niet zo goed wat ik ga doen. Ik kan weer op bed gaan liggen, maar het is niet dat ik vannacht echt heb geslapen. Ik heb denk ik max 2 uur geslapen, maar ik denk dat het maar minder was. En toen had ik een nachtmerrie, dus ik heb echt heel erg hoofdpijn. Dag jongens. Ja, ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik neem jullie een beetje mee. Nou, we zijn alweer even verder. We zijn gedoucht. En nou ja, dus geen make-up op niks. Nou ja, dat is op zo'n dag als vandaag dat je zeg maar niet hebt geslapen en een pukkel op je hoofd hebt omdat je in theorie bijna opgesteld zou moeten worden, ook al een heel groot feest. Ik ga zo mijn koffertje pakken. Ik heb het meestal al klaargelegd. Ik moet twee nog even erin doen. Zo eerst even de kids wegbrengen. Ik weet het kan zien, maar... Nou, misschien zie ik niet, maar ik tril. Ja, ik moet er dus om 11:30 zijn. Dus ik denk dat ik om 11:15 de deur uit gaan. Ik word niet in Utrecht geopereerd, maar in Zeist. Omdat ze in Utrecht vol zaten en het is wel mijn chirurg die het gaat doen, zeg maar. Maar die zie ik dus ook weer voor het eerst in een half jaar, want ik heb een half jaar geleden intake gehad. Maar nu aan de beurt. En om 1 uur word ik dan geopereerd en dat duurt ongeveer 2 uur. Maar goed, ik denk voordat je uit een uitslaapkamer bent en zo, ik weet het niet. Oh jongens, ik heb wel janken. En mittens. Nee, ik heb alles al een beetje in die bak gedaan, dat ga ik nu even in het koffietje doen. Het is nu zo meteen. Ik heb gewoon een comfy shirt aan en een broek. Deze broek is van Primark en die leek me straks heel lekker. Want die heeft een hele zachte, maar wel zeg maar stevige hoge band. Goed, kinderen wegbrengen. Wij zitten in de auto naar het ziekenhuis. En ja, dan gaat het beginnen. Ik weet niet, Sven houdt de camera bij zich. En als ik er kracht voor heb of überhaupt aan denk, dan zal ik wat filmen. Maar goed, anders dan neemt hij hem morgenochtend weer mee. Ik wil hem daar niet laten, want ze zeggen ja, kostbare spullen, bla bla. Dus dan dus neemt hij hem morgenochtend weer mee. En dan zal ik dan weer tegen je kletsen. Maar misschien ja, dat we nog heel lang moeten wachten en dat ik nog wat kan filmen of laten zien. Maar goed, dat zien we zo. Voor nu zitten we in de auto. Ik heb echt zoveel lieve berichtjes gehad. Echt. Ik zei altijd, ik krijg meer berichten dan met mijn verjaardag. Naar 850 meter links rijden, 28. De moeheid en de zenuwen maken dat ik een beetje jankerig ben. Maar goed, en ook omdat het in principe ongeveer de tijd van de maand zou zijn nu. Dus bear with me. Maar ja, vandaar ook deze unit en deze unit. Maar goed, ik ga het zien. De operatie is geweest. Dat is mijn beste engel. Nou, ik vertel er meer over dus in een apart video. Maar ik lig hier in mijn eentje op een kamer. Daar ben ik heel blij om. En Sven mag blijven zolang als ik dat wil. Totdat ik ga slapen. Daar ben ik ook heel blij om. En nu is het gewoon eventjes doorwikkelen. Dus ik zie jullie morgen. Hoi allemaal. Ik zit alweer in de auto terug. Ik had mijn camera aan Sven meegegeven en ik ben vanmorgen vergeten te filmen. Maar het is allemaal goed gegaan. En ik zal straks wat meer vertellen, maar in ieder geval rijden we nu voorzichtig naar huis. Morgen de schoolbel gaat, moet je deze maar tak, hup, in mijn zak. Home sweet home. Ik ben even een ommetje aan het maken. Want dat moet ook gebeuren. En
Nou ja, ik loop een oud wief. Hey, mittens. Ik merk dat Niels een hele mooie tekening gemaakt, Elen ook. Ik merk dat Niels het een beetje spannend vindt. Elen niet, die was heel blij met het zien. Die wilde het op me kruipen, super lief. Ik ging het half ergens neerzetten, kwam ze weer op me af. Maar ik zal even een korte indruk geven. Dit is, zo sta ik er een beetje bij. Maar ik heb dus een broek aan hieronder. Van hier tot hier, super strak. Maar ja, je ziet dus nu al heel bizar weer een taille en zo. Nou, die kan nu niet zien, maar ja. Ik heb me wel eens beter gevoeld, maar ik voel me gisteren slechter. Laat me daar maar ophouden. Sven kwam even tussendoor. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, ik heb het dus gezien. De wond zelf nog niet heel goed, maar Sven zei dat het er heel mooi uitzag. Ik heb ook echt nadrukkelijk verzocht om hem lager te doen dan wat hij eerst had getekend. Hij zei, het is lastig, want ik moet heel hoog. Maar hij is uiteindelijk wel gelukt, daar ben ik heel blij om. En mijn hele navel, ik heb een hele nieuwe navel gekregen. En dat heb ik wel gezien, dat ziet er nog heel gek uit. Maar ja, tijd om te herstellen. Nou, ik moet dus af en toe even lopen voor de movement, voor de trombose. Maar nu ga ik weer zitten. De kids zijn er, opa en oma. En ik krijg echt super lief van de buurvrouw Ketje. Ik wist helemaal niet dat zij het wist. Ja, blijkbaar had mijn vader dat lopen verkondigen. Voor de pechvogel. En dan een of andere een lekker crèmetje. En dit. Och, een masker. Huil van top. Een oogmasker. De Wendy. Nou, de Linda. Nog een thuiszuster. Geweldig. En ik had van mama ook al allemaal thuiszuster gekregen. Echt zo lief. De Cosmopolitan. Ook een Linda, maar volgens mij is het een andere Linda. Ja, andere Linda. Een Linda en de NC. Dus echt helemaal leuk. Ze zijn helemaal verwend. Ik heb hele mooie tekeningen van de kids gekregen. En die zijn dus nu naar mijn ouders. En het was heel grappig, want de ene ging dus de hele tijd naar me toe kruipen. Echt mega schattig. En Niels, die had ik het idee dat hij nog een beetje gek vond. Maar goed, ik ga nu plassen. Dat is wel een onderneming. En dan ga ik daarna even iets op de tablet kijken of zo. Dus. Het is inmiddels avond. En ik lig op bed. De pijn gaat een beetje af. Tenminste, ik heb non-stop pijn. Maar zeg maar, de hevigheid gaat een beetje af en aan. Tegen Sven, ik ben gewoon trendzettend. Ik heb zeg maar een oversized shirt aan. En dan zo'n. Dan lijkt het natuurlijk net zo'n fietsbroekje. Ik zei, dat is helemaal hip tegenwoordig. Ik heb steeds zeg maar een klein beetje trek. Dus ik kan niet heel veel in één keer eten. Maar ik heb wel regelmatig trek. Dus ik heb net een beschuitje op met aardbeien. En ik heb heel erg pijn aan mijn nekvel. Ook heel raar. Ik weet niet waardoor dat komt. Of dat ik misschien. Ik heb geen idee. Het is niet hier, het is echt hier zo. Maar echt mijn vel, niet zozeer mijn spieren. Ik weet het niet. Maar goed, de meeste pijn zit natuurlijk in andere regio's. Ik moest één keer niezen. Nou, dat was echt verschrikkelijk. Verder is het allemaal te doen. Ik ben heel blij dat de kindjes uit logeren zijn. Want ja, het is wel even goed zo. Maar goed, ik mis ze natuurlijk wel. En ik probeer diep te blijven ademen. Het is lastig in dit pak. Maar wel heel belangrijk. Dus dat doe ik. En ik lig nu even op bed Love Island te kijken. En om 10 uur moet ik nog mijn pijnstillers nemen. Het is nu 9:30. Dus
nog een half uurtje wakker blijven. Ga ik mijn pijnstil nemen, ga ik slapen en kijk wel hoe het gaat vannacht. En anders ga ik gewoon... Ik ga mezelf niet martelen met het moet zo lang slapen. Ik ben vannacht ook een beetje, op een gegeven moment was ik even wakker. Heb ik even een beetje afleiding gezocht. En pijnstil genomen en ben ik weer verder gaan slapen. Dus, we gaan het zien. Ik heb ook nog zwaardere pijnstillers gekregen. Maar die wil ik eigenlijk niet nemen. Die hebben ook allemaal nare bijwerkingen, dus dat wil ik liever niet. Dus ik ga het proberen gewoon zonder te doen. I can do this. Dus. Het wordt wel een heel bijzondere weekvlog deze keer. Goedemorgen, het is zaterdag. En ik heb van 10 tot 8 ongeveer geslapen. Wel af en toe even wakker, maar het ging best aardig. Ik ben dus ook content mee. Ik sta al iets rechterop. Denk ik. Ik heb me net even gewassen met hulp van Sven. Dit is mijn lookie van vandaag. Ik heb het idee dat ik al iets rechterop sta. Ja, ik doe er steeds een onderbroek overheen. Het ziet er super sexy uit, maar anders heb je zo'n stom gat in je broek zitten. Ik heb even lekker gewassen, luchtje opgedaan, crèmetje opgedaan, dus I'm good. Ik wil morgen of maandag eventjes douchen, want dan is mama er ook en dan kan mama ondertussen even deze broek wassen. Ik kan zwemmen helpen met douchen, dus ik laat het voor nu nog even van ja. Ik zit toch alleen op de bank en in bed. Ik probeer af en toe even een klein stukje te lopen. De kids hebben het leuk bij opa en oma, dus dat is fijn. En opa en oma waren ook niet helemaal topfit, maar mama voelt zich wel weer goed. En papa is nog herstellende. Wel heel fijn dat ze daar zijn, want het is, dit kost vrij veel energie. En ik merk vooral dat ik het ademen lastig vind. Gewoon diep ademen. Dus so far, stabiel. Deze super mooie bos bloemen werd net bezorgd. Van mijn broertje en zijn vriendin. Dat is echt prachtig. Ook al een mooie bos van mijn ouders. Allemaal roze, love it. En verder gaat het gewoon een beetje hetzelfde. De boodschappen zijn net bezorgd. Dus Sven maakt een lekkere bloemkoolpizza voor ons. Ik ga nu weer richting de bank. Ik heb net een tijdje gezeten. Ik probeer het een beetje af te wisselen. Net weer pijnstil ingenomen, dus ik ken er weer tegenaan. Ja, het is een spectaculaire vlog natuurlijk. Dat hadden jullie ook misschien wel een beetje zien aankomen. Ik ben nu weer even in de lichtstand. Ik wissel het een beetje af. Ik doe patrouilles door het huis. Echt als de dood, of mensen op mijn buik springt. Even kussen opleggen. Zo. Ik doe patrouilles door het huis, dus ik loop zeg maar rondjes. Ik zit, ik lig, ik wissel het allemaal een beetje af. Maar ik probeer gewoon een beetje te doen wat goed voelt. Ik had vanmorgen heel even mijn broek uitgedaan. Maar dat ging niet zo goed. En nou mag je hem ook nog niet uit, maar zeg maar bijvoorbeeld je mag hem wel een keer voor het douchen mag je hem wel uitdoen of om hem even te wassen. Verder zit hij gewoon altijd aan. Dus ook bij naar het toilet gaan en zo. Er zit een gat in, had ik volgens mij al gezegd. Maar ik wil dus morgen gaan douchen. Maar dat is nood to zelf dat ik dat niet meteen na het opstaan doen. Dat ik eerst eet, pijnstilling neem en pas dan eraan begin. Want ik ging vanmorgen bijna van mijn gaat. En dat zal deels zijn omdat je gewoon, ja, alles is natuurlijk slap daar. Maar deels denk ik ook gewoon de gedachte of zo. Dat je daar ook gewoon een beetje onpasselijk van wordt, ik weet het niet. Maar goed, dus dat was nog niet zo'n succes. Verder ben ik nu begonnen aan boek De Zeven Zussen reeks. Het eerste deel. Super lief van een collegaatje. En dat kreeg ik al van heel veel mensen als tip. Dus die ga ik lezen. Het schijnt een enorme... Hoeveel pagina's heeft dit? Dit heeft 446 pagina's. Dat is deel 1. Dus dat ga ik maar eens aan beginnen. Ik merk wel dat ik nog een beetje... Ja, krokkie ben, zeg maar. Nog niet
qua boek lezen dat ik dat nog wel vermoeiend vind. Maar eigenlijk verder moet ik zeggen dat ik niet meer zo vermoeid ben als de afgelopen dagen. Dus dat is heel fijn. Maar het is ja, tv kijken gaat me makkelijker af, zeg maar, dan echt concentreren op letters. Maar goed, dat is allemaal wel weer... Ik heb van de mesoloog ook nog, zeg maar, allerlei supplementen gekregen om te zorgen dat je die narcose sneller afbreekt. Om je lever en zo te beschermen, want dat is allemaal natuurlijk al die narcose en pijnstilling en alles is niet heel lekker voor je lijf. Dus dat neem ik allemaal. Het is een hele pillenwinkel die ik elke keer inneem. En natuurlijk de pijnstilling. Maar goed, so far so good. Ik moet heel graag bij me zitten, maar ik vind het een beetje spannend. Heel soms komt ze dus hier op het kussen liggen. Dan leg ik even een kussen op mijn buik. Maar ja, ik durf het ook niet helemaal. Ze wil het zo graag. En s'nachts mag het helemaal niet hoor. Ja. S'nachts hou ik de deur dicht. Het was het dood als ze op mijn buik springt. Dat zou echt niet grappig zijn. Ja. Elin wordt trouwens bijna 1. Hoho. Ik heb echt een hele leuke uitnodiging gemaakt via... Even kijken hoe het ook weer heet. Greetings Island. Echt een hele leuke app. Ik ga hem even openen. Kan je dus kiezen voor wat. Dus bijvoorbeeld een verjaardag. En dan kan je... Nou ja, ze hebben echt van alles. Even. Nou, doe je bijvoorbeeld... Kids. Of First Birthday. Kan ook nog. Kijk, voor Eden heb ik bijvoorbeeld... Deze gedaan. Heel leuk, maar ik had ook eentje. Kijk, je hebt ook dit bijvoorbeeld. Even die ontzettend Amerikaanse kinderen wegdenken. Maar ik had volgens mij niet eens First Birthday gedaan. Ik had gewoon volgens mij Kids gedaan. Dan heb je dus allemaal... Ik weet niet of het helemaal lekker overkomt op beeld. Deze vond ik ook heel leuk voor, zeg maar, superhelden thema. Of hier deze met die dinosaurus. Voor Eden heb ik ook, ik had er nog eentje gemaakt. Dus die heen. Deze vond ik ook vast leuk. Is die ander? Nou, ik kan echt met auto's, met zo'n dubbeldekkerbus. Zoveel soorten, met een alpaca. Ze kon allemaal, met een flamingo. Maar ze hebben echt allemaal hele leuke uitnodigingen. Met diertjes of ook gewoon zonder foto. Ik bedoel niet per se met foto. Ik vond het wel leuk met foto, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar ja, echt een hele leuke tip. En dan kan je hem dus helemaal customizen. Dus dat heb ik nu voor Enes verjaardag gedaan. En wat ik ook elk jaar doe, is via lijstje.nl maak ik een lijstje, zeg maar, met cadeautjes. Voor, zeg maar, degene die inspiratie willen. Gewoon, mensen mogen ook iets zelf verzinnen, maar ja, je krijgt toch vaak de vraag van wat wil ze hebben. Van mijn ouders krijgt ze een poppenwagen, heel leuk, van de Hema, een houten. En ja, ik heb er echt van alles opgezet, zeg maar, van zo'n wobbel. Vind ik, lijkt me echt heel goed voor, zeg maar, de creatieve ontwikkeling. Het is gewoon een, voor wie het niet kent, is gewoon zo'n soort plank. Je kan hem zo om neerleggen en andersom, ik kan hem even laten zien. Maar het is dus niet van, oh, het is een bus waar ik mee ga rijden. Het stimuleert, zeg maar, creativiteit. Even kijken hoor. Dan heb ik volgens mij wel de starter bedacht. En dan wel met filter onder. Tenminste met allemaal kleuren, maar dit is hem. Maar het is sowieso ook leuk voor, ook nog leuk voor Niels, zeg maar. Even kijken. Oh, hallo. Met één hand met Hannessen. Kijk, je kan er dus zo op staan, maar je kan hem ook omdraaien als een soort glijbaantje, als klauterplank. Nou, het is een heel leuk ding. Dus die heb ik gevraagd, maar die is bijvoorbeeld best wel duur. Dus dat zou kunnen als... Bijvoorbeeld de familie van Sven
alles samen wil doen. Zo is de wasmachine. Maar ik heb er ook gewoon op staan boekjes. Weet je, dat heb ik dan niet bijgezet welk boekje, maar gewoon boekjes. Alhoewel ik er wel zo'n boekje bij heb gezet van VTech, waarbij je zeg maar al die bladzijden ook nog van alles kunnen doen. Puzzels van die, gewoon van die houten simpele puzzeltjes. Ik vind die meeleg muisjes heel leuk in zo'n nuusverdoosje. Die je ook bij de winkel Sissy Boy hebt, onder andere. Een pop voor in de poppenwagen, maar dan wel eentje die geschikt is voor haar leeftijd. Dus ja, zo heb ik wat dingetjes opgezet. Dus dan hebben mensen in ieder geval inspiratie als ze dat willen. Dus dat linkje zet ik dan ook onder die uitnodiging. Ja. Ik heb mijn nagels even gelakt met Essie. Wat is dit? Stirring Secrets. Ik moest de lak eraf halen voor de operatie. Ook op mijn tenen. Dus ik denk dat ik mama morgen even ga vragen om mijn tenen te lakken. Stirring Secrets, ja. Want het is natuurlijk wel lekker weer. En ik hoop dat ik morgen even kan proberen naar buiten te gaan. Gewoon een heel klein ommetje. Dat zou wel lekker zijn. Sven is nu even weg. Dus ik ben nu voor het eerst alleen thuis. Maar het gaat echt prima. Want ja, zolang ik gewoon mijn water bij de hand heb. Hier zo. Dan gaat dat in principe gewoon. De kids zijn weer thuis. Deze die probeerde zich net al op te trekken om uit de box te klimmen. De andere ligt even uit te buiken na een hele bak groen. Dus het is nu wel heel geweldig te spelen. Maar nog eventjes voor dit even. Poppakees. Het is maandag en ik heb een klein beetje make-up op, zoals je misschien ziet, want dan voel ik me altijd meteen een stuk beter. Dat voelde ik me vannacht niet. Ik had vannacht heel veel pijn. Nu gaat het wel weer beter. Het is een beetje af en aan. En ik denk dat het komt omdat ik gisteren een beetje te veel gedaan had. Maar goed, ik heb zo weinig gevlogd dit weekend. Eigenlijk vooral een beetje over mij en de kids zijn nauwelijks in beeld gerust. Ook omdat we natuurlijk heel veel gewoon, ja, ik heb gewoon heel veel op bed gerust. Ik hoop dat volgende week iets beter is. Ik neem jullie in ieder geval gewoon weer mee. En ja, ik zie jullie graag dan. En sorry voor de wat beperkte vlog. Maar ik denk dat jullie het wel begrijpen. Dankjewel voor het kijken. Doeg!